Wie heeft dit op zijn kerfstok? De branden in Hogeveen en Nijverdal zorgen voor grote onrust rondom de Patrijzenstraat in Krimp aan de IJssel. Dus is er een buurtwacht geformeerd. Het is gewoon dat we gewoon 's avonds gewoon met een paar jongeren, dat we gewoon hier rondlopen en gewoon opletten als er vreemde mensen hier zijn of dat we niet kennen. Uiteindelijk zal de politie hier ook wel iets in betekenen. Gisteravond was er best wel veel politie op de been hier. Veel gereden met bussen, dus ik neem aan dat er wel extra op gelet wordt. Dus mocht het gebeuren, dat we toch gelijk kunnen handelen. In Capelle aan de IJssel eveneens onrust in de Molukse buurt. Ook hier wordt de kerk goed in de gaten gehouden. Dit kerkgebouw wordt veel gebruikt, ook dagelijks wordt er veel gebruik van gemaakt. Alleen ja goed, als mensen midden in de nacht komen, dan kunnen wij daar niet bij hopen, dus dat niet gebeurt. Maar zorgen maken we wel. Wie zich hier verdacht gedraagt, valt al snel op. En wee de persoon die hier op hete daad wordt betrapt. Wij hebben pech. Wij leven eigenlijk in een gemeenschap. En in de gemeenschap bestaat uit families. Dus als één familie het hoort, bij wijze van spreken. En die familie die heeft ook binding met andere families. Dan is het zo. Binnen min van tijd, dan staat de hele wijk op zijn kop. Naar de twee recente branden in de Molukse kerken loopt nog een onderzoek. Ondertussen grondst het in Krimpen en in Capelle van de geruchten. Zo wordt zelfs de invloed van de Indonesische regering niet uitgesloten. Kijk, Molukkers en ook met de islamiseren van dat het weer een religieuze strijd is hier en dat ze dat weer uit te lokken.